Goedendag, kijk naar de weerswachtie van weerplaatsen.nl. We hadden vandaag heel behoorlijk weer. Zeker in de noordelijke helft van het land waren er flinke zonnige perioden, maar ook in het zuiden wist de zon her en der aardig door te breken. Temperaturen 14 à 15 graden liggen nog steeds ver boven de normale waarde, want dat is ongeveer 10 à 11 graden. Verder was het ook overal droog, maar dat gaan we morgen veranderen. Op dit satellietbeeld van vanmiddag 1 uur zien we namelijk een dik pakket bewolking boven Ierland liggen. Daar ligt een front. En daar viel al regen. Daarachter zitten ook nog eens buien en uh, dat alles komt onze kant op. Gaat ervoor zorgen dat we morgen dus met wisselvallig weer te maken krijgen. Het front trekt ochtends al over en de buien in de middag. En vooral die buien kunnen samengaan met veel wind. Vanavond is het nog overal droog. De bewolking begint al wel weer toe te nemen, vooral later in de avond. En de temperatuur ligt halverwege de avond rond 12 graden. De wind waait uit het zuiden tot het zuidwesten en is 3 tot 5 boven. In de nachtelijke uren neemt de wind verder toe, aan zee kan die dan windkracht 6 worden en er volgt vanuit het westen regen. Vooral in de nanacht kan er wat lichte regen en mondregen vallen. En zoals gezegd, morgenochtend regent het dan in een groot deel van het land, die regen trekt naar Duitsland weg, daarna breekt de zon door en dan krijgen we later in de middag weer te maken met nieuwe buien en die trekken ook van west naar oost over het land. Zware buien kunnen dat zijn met onweer en hagel en ook met zware windstoten. Vooral in het kustgebied, globaal ongeveer in dit gebied en dan dicht bij zee, natuurlijk. Uh, kan er sprake zijn van windstoten tot misschien wel 90 of 100 km per uur. Nou, daar kan het verkeer echt last van hebben. Ook de scheepvaart en ook de luchtvaart. In het binnenland. Is het allemaal iets rustiger? Tijdens de passage van de buien, natuurlijk wel kans op forse uitschieters, maar ik denk maximaal 75 km per uur. Buiten de buien om van tijd tot tijd zon, dus het is morgenmiddag niet alleen kommer en kwel. Ik denk dat het hele mooie afwisselende luchten zijn. Temperaturen erbij rond de 13 graden, dus iets minder zacht dan vandaag. Kijken we dan wat verder vooruit naar het weekend weer? Nou, dan hebben we zaterdag eerst nog rustig weer, maar later op de dag neemt de kans op buien toe. En vooral zaterdagavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Forse wind opnieuw, windkracht 6 à 7. Ook zondag veel wind, en dan hoeven we eigenlijk amper op de zon te regenen. Als het echt tegen zit, wordt het zelfs een echte regendag met bijna 20 tot 24 uur achter elkaar regen. Weermodellen berekenen zo'n 10 tot 30 mm. Natte zondag dus. Maandag wordt dan weer een fractie beter. Zeker niet droog, maar het is niet een, een drijfnatte dag. Er zijn wel droge perioden bij. Temperaturen zaterdag 10, 11 graden. Zondag en maandag gaat het kwik weer iets omhoog. Kijken we dan wat verder vooruit, nou, dan zien we heel duidelijk die dip op zaterdag. Daarna gaat het kwik weer omhoog. Om daarna langzaam toch een dalende trend in te zetten. En dan komen we zo rond de 10 graden uit. En dat zijn de normale waarden voor halverwege november. Morgen dus onstuimig weer. Let vooral morgenmiddag op met de windstoten, die kunnen het op de weg wat lastig maken. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl.